kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus en ik heb iets heel leuks gevonden. Een zeer leuke gedichtje. En deze gedichtje ga ik helemaal laten beluisteren, laten voorlezen door Google. Luister het maar mee. 3, 2, 1. Een bijzondere vriend is een vriend die deelt, iemand die luistert, iemand die om je geeft, iemand die snel een handje helpt om pijn te verzachten. Om te begrijpen, een speciale vriend is een combinatie van loyaliteit en vrolijkheid en liefde, geloof en vertrouwen en ook vriendelijkheid. Kortom, het is iemand zoals jij. En nu nog eens in het Engels. A special friend is a friend who shares, one who listens, one who cares, one who's quick to lend a hand to ease a hurt. To understand a special friend is a blending of loyalty and cheer and love, faith and trust and kindness too. In short, it's someone just like you. Voilà, dat is toch wel een mooie tekstje, hè? Voilà, ze. Dan ga ik mij nu een stukje ervan klaarmaken om gaan te werken. Sorry als de vlog gisteren iets te laat online is gekomen. Waarvan, het heeft nu nog 36 minuten nodig. Het is al bijna 20 na, dus ik moet dan vertrekken naar mijn werk toe. Ik heb het geprobeerd om het nog tijdig klaar te krijgen, maar dat is mislukt. Hoogstwaarschijnlijk ga ik ook nog een short movie nog een keer eens en dan in de wereld gooien. Voilà. Dus ik ga nu mijn schoentjes aandoen. Het is weer al zo'n nicey weer, hè? Nicey. Wat bedoel ik daarmee? Nicey weer? Klote weer. Mijn sandwichjes niet vergeten. Nee. Voilà. Ik ga ook mijn gewone schoenen meenemen. En mijn wagen toe. Dan mijn kapotte schoentjes aandoen. Ik ga die toch nog ook aan. Dat is wel een voordeel. Voilà. Dit gaat mee. Ah ja, mijn beeldschermen moeten nog uit. Terug naar de computer. Yay! Terug naar de computer. Voilà. Voilà. Sessa. Beeldschermen uit. Laat de computer maar rustig zijn werkje doen. Heb je je tandjes gepoetst? Ja, Dimitri, ik heb mijn tandjes gepoetst. Nu, de sleutel aan de andere kant proberen te steken met mijn één hand. Kan me dat lukken? Ja. Oh ja, heb ik wel alles? Dus even gaan kijken. Dus, schoenen. Waar heb ik mijn portefeuille gedaan? Ik zie dat al zo nog zo voor mij liggen. Hè. Of had ik een andere broek aan gisteren? Nee, ik leg het nog langs mijn kopkussen. Dat ik het niet ga vergeten. En wat doet er deze? Die ging het bijna vergeten. Oeps. I did it again. I play in my heart. Verlassen. Nu heb ik alles. GSM, portefeuille, schoenen, mijn sandwichjes voor te eten tijdens de middagpauze. Nu naar mijn wagen. Jawel, dames en heren, kijk, ik pak de trap. Nu ben ik wel iets aan het vergeten. Auw. Zet mijn masken in. Voilà. En nu go. 5
minuten heeft het geduurd voordat ik naar wagen ga. Ik weet zelfs niet meer hoe laat het nu is. Dus ik ga een klein beetje doorzetten. Voilà, ik ben aangekomen bij mijn wagen. Eens even kijken. Ah, mijn rugzak ligt daar, dat is goed. Ja, dat ga ik daar ook gooien. Mijn schoentjes, goeie kat achterbank. Voilà, en dan vertrekken maar. Yo. Voilà, maar ik weet wel dat ik het sowieso dat het te laat gaat worden om mijn vlog te uploaden. Want ik heb nog iets opstaan op mijn programma. Ah, en dan ben ik niet tijdig terug voor het online te kunnen gooien. Ofwel moet ik zelfs rechtstreeks van mijn werk uit naar hier terugkomen. En dan het uploaden. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Ik ben aan het werken. Ben ik nog heel snel bij mijn thuis gestopt. Eigenlijk voor jullie allemaal, kijkers. Jawel. Voor de vlog toch nog tijdig online te krijgen. Die van gisteren. Die niet die vandaag, maar wel van gisteren. Die is niet toe. Die is toe. Hup. Dus pak ik heel snel de trap, dat het wat sneller is dan een lift natuurlijk. Kijk eens. Ik laat zelfs de voordeur open. Om de vlog te zien upload. Oké, wat heb ik vandaag gedaan op het werk? Ik heb bestickerd, ingetast en gestapeld. Voilà. Zo irritant hè, dat dat allemaal open is gewoon. Mijn slitjes zouden dat gewoon nog bij elkaar. Echt, heel mijn schoenen is naar de tering haaien. Ik zal het zo zeggen. Maar ja, ik moet er nog altijd mee werken. En hoe lang dat nog zoiets gaat duren, dat weet ik dus niet. Hoe lang dat ik er nog op moet wachten op mijn nieuwe wijkschoenen. Ik weet dat niet. Maar ik ben er wel volle bak mee bezig. Europa pad. Ah ja, Europa Park heeft ook een zwembad. Mini bouwupdate Efteling GHH. Ik weet wel dat die H voor de hotel staat. Even uploaden. Come on. Voilà. Staat in de upload. Ik was nog even iets anders er aan het lezen. Oeh, ik was even afgeleid. Zie je, ik ben zo snel altijd afgeleid. Hè? Hup, klaar, volgende. Inkomsten genereren, aan, klaar. Volgende. Nou, onderscrollen. Certificatie indienen. Volgende. Plannen, 19 uur. Jawel, het is mij nog gelukt ook nog, dames en heren. Oh yeah. Oké. Auto's af. Sluiten. Automatisch afsluiten misschien.
zo matisch afsluiten. Ik had toch zo'n programma daarvoor. Dus even kijken, want daar bestaat toch wel nog zo'n timer. Hoe je je computer, Windows 10 computer afsluit met een timer. Windows 10 biedt misschien nog geen native oplossing met één klik automatisch af te sluiten. Blablabla. Sluit af met een timer, dat heb ik nodig. En, in dit artikel leggen we uit hoe je de opdracht... Een plan met behulp van een opdrachtsprompt. Een eenvoudige manier om een shutdown in Windows 10 te plannen is met een behulp van een opdrachtsprompt. Zo werkt het proces. Open de eerste opdrachtsprompt in de beheerdersmodus op uw Windows 10 computer. Zoek hiervoor naar CMD in de Windows zoekbalk en klik als administrator uitvoeren. Typ nu shutdown spatie min S spatie min T spatie de secondes in de terminal en druk op enter en zorg ervoor dat u vervangt secondes met werkelijke aantal secondes dat u wilt PC wilt afsluiten. Dus bijvoorbeeld als je 2 minuten wilt afsluiten, dan moet je op 120 seconden intypen. Voilà. En dan zal dat wel lukken. Voilà, ça. Dan ga ik nu straks van vertrekken, want het is al geüpload. Ja, dus ook geüpload. Voilà. Dan kan ik terug naar mijn wagen gaan. Dan kan ik naar mijn vriendinnen een keer gaan. Maar eerst nog langs mijn ouders. Het heeft 5 minuten vertraging opgelopen. Bijna 6. Pak 10 minuten vertraging om met een schatje te gaan. Dat is eigenlijk nog niet zoveel. Voilà. Nu, wat ik nu nog eerst ga doen is mijn wijkschoenen uitdoen en mijn gewone schoenen aandoen. Dat ga ik doen als eerste. Juist, ik was hier ook aan het proberen in te steken mijn sleutels, maar ik heb hier aan geen dingen, slot voor het open te doen. Ze zijn mij weer aan het storen, je hoort het. Maar ik had zojuist mijn gsm niet mee, dus ze kunnen dat ook wel niet weten. Voilà, ze. Ik heb mijn schoentjes vervangen. Deze gaan terug op de grond. Deze pak ik mee. Deze gaat toe, deze gaat toe. En dan, let's go naar mijn ouders. Go, 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 go. Eens even kijken wie er allemaal iets hebben gezegd. Oh, maar één persoon, oké. Blij om te horen. Alles goed, kan niet klagen. Heb je vorige week naar het nieuws gekeken? Ik heb niet naar het nieuws gekeken. Sorry. Maar ik ben nu ook aan het rijden. Dank u. Ik ben de eerstkomende 3 uur nog niet beschikbaar. Dat weet u dat dan al. Voilà. Dus nu ga ik terug rijden en dan weten ze dat ook. Dat ik 3 uur niet beschikbaar ben. Want dan kunnen ze ook mee met rust laten. Voilà. Ik ben mij ook bezighouden met mijn vriendin. Noem maar op. Tot straks allemaal. Zo, ik ben hier bij mijn schat aangekomen. Even nog gewoon wachten. Hoi. Even nog wachten. Ja, het waren gewoon wandelaars die voorbij kwamen. En dan gaan we iets heel leuks samen doen. Dat wil ik wel van deze keer wel eens even privé houden en al. Ik ben ook stapel moe. Ik ben echt moe, man. Niet normaal heb ik gewerkt. Oh my god. Er is een auto daar, er is een fietser daar. Oh ja. Hey, ondertussen kan ik wel eens kijken
Is naar mijn. Als ik reacties heb, misschien voordat dat mijn schat er is. En mijn schat is juist daar. Hoort je het? Je wou zeggen dat je op het Vlaams Belang stemt. Ik denk het niet, Emiel. Dimi gaat voor elk kwaaltje direct naar de spoed. Dat is niet waar. Naar de dokter. Slaapt Bea de godganse dag? Nee. Oh ja. Is er wel een goede truc mee, kom? Voor? Ik ga jullie laten. Tot ziens allemaal. Zo, mensen. Ik ga even stilstaan, want ik ga vloggen. Dat wil ik. Ik sta hier gewoon op een weg stil. Heb ik mijn schatje even thuis afgezet. Het is nu al 22:06 voordat dat ik naar mijn thuis ga. Dus ik zal thuis zijn om 22:20. Dat is laat. En ik wou eens vroeg mijn bed in. Weer al mislukt. Allee. Maar ik ben wel met een goed doel zo lang wakker gebleven. Wel met een goed doel. Voilà. Ik ga hier ook al de vlog beëindigen. Morgen vroeg zie je die gewoon in de kalender. En dan morgenavond uploaden. Yay. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie het horen wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Zoals altijd. Yo.